Zegelen, de locatiemanager van de centrale nachtzorg. En zo vroeger was dit gewoon nachtdienst Vetterhagen. Maar op een gegeven moment gingen we ook uitluisteren met een ander systeem. Een uitluistersysteem. En gingen er meer externe locaties werden aangekoppeld. Dus we gingen echt op afstand uitluisteren. Niet alleen maar hier op het terrein. En toen werd ook de naam veranderd naar Centrale Nachtzorg. Dus veel officiële naam. Vanavond krijgen jullie een inkijkje in de nachtdienst van wat doen wij dan al zoal. Wat zijn nou hele belangrijke aspecten die we jullie willen laten zien van die een beetje verstopte dienst. Want het is toch tussen 10 uur en 7 uur 's morgens. De onderdelen die jullie gaan zien zijn het Plancare dossier. Dat is het rapportagesysteem waarmee we werken binnen Geniva. En daar zit ook het cliëntendossier in. Dus daar halen we 's nachts ook alle informatie uit. En daarin rapporteren we alles en daar hangen ook de protocollen aan. Dat onderdeel willen we laten zien. Natuurlijk het uitluistersysteem willen we laten zien. Dus hoe gaat dat nu eigenlijk met op afstand monitoren van de cliënten. Het is de visie slaap. En daarin gaan we het gesprek aan met jullie. Van waarom werken wij zoals we werken in de nacht? En hoe onderbouwen we dat? Dus waarom werkten we vroeger met 3 rondes waarbij we eigenlijk de cliënten heel erg stoorden met lichten die aangingen en sleutelbossen die rinkelden. En iedereen werd verschoond, wel of niet nodig. Dus daar zijn we een beetje van afgestapt. En we werken nu vooral op afroep, zoveel mogelijk. Dus als het niet nodig is om de cliënt te storen, dan doen we dat liever ook niet. En laten we iedereen lekker slapen. En we merken dat daardoor ook de rust is teruggekomen op de woningen. En dan hebben we nog de uitleg van de beperkende maatregelen. En dat is ook vanuit de wetgeving gezien gaan we u de middelen laten zien waarmee we werken en die soms nodig zijn op medische gronden, maar soms ook vanwege het gedrag. En u wordt ondertussen meegenomen dan het terrein op, naar buiten. En we vinden dit altijd een mooie tijd van het jaar, daarom doen we de open nachten rondom deze tijd, want dan is het lekker donker. En dan willen we u een film laten zien over de nachtdienst, zoals we werken. Hij is een beetje gedateerd. Het was nog opgenomen in het oude gebouw. En we willen daarna nog een film laten zien vanuit het CCE. En het gaat over de kwaliteit van slapen. Ik ben Lies Beekman, ik ben de moeder van een cliënt van Zwetterhagen. Ja. En ik wilde eigenlijk wat meer weten over de organisatie van de nachtdienst. Goedemorgen mevrouw. Dag meneer. Ja. Ik ben Joost van de technische dienst, kan ik u misschien helpen? Ik zit zo naar dat scherm te kijken, maar kunt u mij vertellen wat er eigenlijk gebeurt als er 's nachts brand uitbreekt? Goedemorgen. Goedemorgen. Goed verder. Chanel Maudie. Die spreekt man. Ga zitten. Ja, dank je. Ik wil vragen, wat is PCD? Ik heb eigenlijk een vraag over de ICT. Nou, dan ben je juist de rest. Ja? Neem plaats. Dank je wel. Wat gebeurt er eigenlijk als het netwerk plat gaat en wat voor consequentie heeft dat voor de nachtdienst? Slapen. We doen het allemaal. We kennen het allemaal. Maar wat is slapen eigenlijk? En waarom doen we het? We gaan starten met de route, de open nachtroute. Op het moment dat een cliënt naar bed toe gaat, dan zal er het een en ander gebeuren. De begeleiding doet wat, maar ook op de achtergrond wordt er het een en ander gedaan. Wij gebruiken voor ons elektronisch cliëntendossier gebruiken wij Plancare. Voorheen is het een beetje geïntegreerd, maken wij ook gebruik van een portaal waarmee dat informatie uit het Plancare, uit het cliënteninformatiesysteem, ontsloten wordt, waardoor dat het via een web portal zichtbaar is bij ouders, vertegenwoordigers, cliënten die mee kunnen of willen leven. Op het moment dat je Plancare opent, zie je allerlei tegeltjes. Bij een Plancare staat het. En dan kun je via de tegels kun je een aantal dingen met elkaar inzien. Wat veel gebruikt wordt is de groepsagenda zichtbaar. De cliëntkaart is een verzameling van alle
zorg die er is. En bij het ondersteuningsplan, daar is zichtbaar wat de, is het verslag dat er gemaakt wordt rondom de cliënt. En daarbij is zichtbaar de, werk, de doelen, de afspraken en de werkplan. We werken heel graag met doelen en ondersteuningsafspraken. Nou, die doelen willen we graag ook weer evalueren. Nou, dat kan dan via de tegel evaluaties. En op die manier kun je weer het gesprek aangaan met de cliënt of vertegenwoordigers. En dan is het zeer goed. En Connie, je gaat er meer over vertellen. Hallo. 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 De praktijk. Welkom in de zenuwcentrum. Dit systeem werkt op de volgende manier. Als er op een kamer een geluid wordt gesignaleerd, dan neemt dat systeem het op. 2 seconden van dat geluid neemt hij op. Als Pietje hier iets laat vallen, dan neemt hij dat, die bang van dat, ik noem wat, een kopje wat naar de grond valt, neemt hij op. Dan, als hij aan de beurt is, dan horen we bang en dan horen we niks meer. Of dan horen we iemand zeggen, ik heb een kopje laten vallen. Ik heb ook wel eens dat we zeggen van, nou, dat vertrouw ik niet helemaal. Kan ik dus 20 seconden, als ik verder niks meer doe, kan ik 20 seconden naar die cliënt luisteren. Altijd, weet je, één keer per uur eventjes Pietje willen inluisteren. Dan zetten we dat in een soort van een agenda en dan popt er elk uur Pietje uitluisteren. En dan ook als Pietje helemaal niet gehoord, dan kunnen wij toch naar zijn kamer gaan. Kamernummer tikken erin. En dan kunnen we even 20 seconden, en als we het niet vertrouwen, ook nog langer naar een cliënt luisteren. Mijn praatje heette Wake Up Call. Wake Up Call is gekozen omdat het eigenlijk onder onze neus gebeurt en we zien het niet. Terwijl het belangrijk is, als we dit weten, kunnen we een enorme kwaliteitsslag maken en de kwaliteit van leven voor mensen in de zorg enorm verbeteren. En eigenlijk het enige wat we hoeven te doen, is naar het gewone leven kijken. En dat met aandacht vormgeven. Gewoon en misschien een klein stukje erbij, een klein beetje extra, zodat het zwakke orkest optimaal in staat wordt gesteld om een mooie slaapsymfonie te maken. Goedenavond, ik ben Jolanda. Dus ik wil eigenlijk eventjes beginnen over de film die jullie vanavond hebben gezien. Ik weet niet, maar ook eventjes polsen die jullie vonden over de slaapvisie. Dus waar je ook niet dat het personeel van wonen mee ging draaien s'nachts? Daar ben ik er eentje van. Vanuit de Jakweide zijn we dus zeg maar meegenomen zeg maar, in de nachtdienst. Om ook zeg maar, hetgeen wat dus overdag is, om ook dus met gedragsmoeilijke cliënten te hebben. Om daar de kennis ook, de actuele kennis meteen door te kunnen geven. Weet je, zij gingen natuurlijk een hele andere visie in daar. En gelukkig kwamen zij ons helpen om die visie goed mee te nemen en uit te dragen. En dus wij van de nachtdienst lenen eigenlijk elke nacht 1 van hun armen. Ik ben eerste deskundige van de nachtdienst. Wij gaan jullie straks uitleg geven over de beschermende maatregelen, de beperkende maatregelen die wij gebruiken in de nacht. En ik geef jullie straks een beetje een demonstratie van welke spullen wij zo hebben. Ik ben Joy de Boer, ik ben gedragsdeskundige verbonden aan locaties hier op het terrein van Zutphenhagen en ook een woonlocatie in Leiden. En allereerst is het belangrijk om daarbij te melden dat er wetgeving aan de vrijheidsbeperkende maatregelen is verbonden. De visie van GEMIVA-SVG-groep is niet tenzij. Dus in principe passen we geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, tenzij het echt niet anders kan. We hebben, dit is het pyjama-pak, noemen we dat. Dat is gewoon een pyjama, is aan één stuk aan elkaar. Zit met een rits dicht op de rug.
Ik kan er ook voor kiezen dat het aan de voorkant zit. Waarvoor gebruiken we dit? Het is voor cliënten die luierdragend zijn en de luier zeg maar eraf kunnen plukken. Of, omdat je hier natuurlijk die lelijke achterkant hebt met ja, dat lijkt niet lekker, een soortje. Wat heeft zij bedacht? Hier hebben we een rits. Die gaat, nou, eerst heb ik een drukknoop, die krijg je zo niet open. Dan moet je met je nagel hierop drukken, dan gaat die open. En de rits gaat naar de zijkant. Dus als je op je rug legt, lig je er niet op. Dit is een aquariusmatras. Dit is ook een beperkende maatregel. Dit is voor cliënten die vergroeid zijn. Dit is helemaal op de lichaamsbouw van die cliënt. Daar kan ook niemand anders in liggen. En dat geeft ze zulke goede ondersteuning dat ze daar een hele nacht in kunnen slapen. Oké, en dan is dit ons kromstuk. Een posiebed. Het is sinds een paar jaar werken we hiermee in de zorg. En hier hebben we heel veel goede ervaringen mee. Het is voor cliënten voelt het ook heel veilig. Iemand met dit bed heb ik dan kunnen nemen van iemand met epilepsie. Dus die, als die een toeval heeft en die schudt alle kanten op, alles is veilig. Hij kon er niet uit, hij kon er niet uitvallen. Nee. Daar hebben we ook een bed voor. Dus als zij zeg maar een toeval krijgt, dan gaan die bellen en dan komt die heel snel uit. Van die kaarsenstompen maken wij weer nieuwe kaarsen. Dus zo wordt ook nog wel een deel weer hergroepen. En ze gaan daar lekker in de natuur gaan ze bessen plukken. En met die bessen komen ze naar de zonhoek. En bij de zonhoek wordt er zeer van gemaakt. Ja, dit maken wij ook. Ja. En waar loop jij zelf mee? Het restaurant is ook van zin. Dit doen we samen met een boerin uit Zoeterwoude. Zij heeft eieren voor de productie, maar heeft altijd een x-aantal eieren. En die kunnen niet naar de productie, want die hebben dan niet de goede maat. Die gaan naar ons en wij maken eigenlijk de advocaat. En het heet Groene Hart Advocaat. En met name rond de kerst en rond Moederdag en Pasen wordt die veel verkocht. En ja, wie zin heeft mag proeven. Ja. Hoe jullie het ervaren hebben. Ja, het was goed om een keer ook advocaatmanager dit te zien. En ik ben zeker van een aantal medewerkers bij de volgende sessie te stimuleren om te gaan. Zeker omdat de samenwerking tussen nachtdienst en mogelijk wordt er verbeterd. Ja, dat was leuk om te zien. We vragen wel eens af, met name in een rustige periode, dus hoe zal het gaan, wat gebeurt er, hoe pakken ze dat s'nachts zijn. Je bent toch van een centrale afhankelijk. Ja, er zijn toch ook dingen gezien die boven mijn verwachtingen uitgingen. Dus, Ja, geruststellend ook. Ja. We willen graag de volgende open nacht weer helemaal vol krijgen. En het voldoet zeker in een behoefte. En we houden hem erin. Bedankt, wel thuis. Jullie kunnen nog een drankje drinken aan de bar. Nou, bedankt allemaal.